Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Maarten Doorman, cultuurfilosoof aan de Universiteit Maastricht en tevens bijzonder hoogleraar de geschiedenis van de Duitse cultuur aan mijn eigen universiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, Maarten, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over jouw boek. Dat had ik eigenlijk meteen wel even kunnen laten zien. Uitgekomen vorig jaar. Een jager in het woud. Frankrijk, Duitsland, Europa. Ook toen al een actueel thema. Maar zeker niet minder actueel geworden op dit moment. Misschien toch even voordat we op de inhoud ingaan. Aan het einde van je boek... Ja, geef je ook eigenlijk al aan waarom je dit hebt geschreven. Ja. Misschien toch goed om dat eens even ook bij de kijker onder de aandacht te brengen. Ja. Het is denk ik een tijd waarin we beter dan ooit moeten nadenken over Europa en over de toekomst van Europa. Ja. En ik ben filosoof en historicus en dat betekent dat wanneer je over de toekomst nadenkt, je eigenlijk ook over het verleden nadenkt. Want wat je hoopt dat in de toekomst gebeurt of waar je bang voor bent dat gebeurt, dat heeft altijd te maken met wat je achter de rug hebt. En als het over Europa gaat, dan is een van de elementen daarin is de Frans-Duitse as. Een heleboel mensen denken dat dat iets is van kort na de oorlog. Een model van verzoening. Een weg uit de conflicten van de Tweede Wereldoorlog. Of misschien zelfs een weg uit een heleboel eerdere gewapende conflicten. Maar die Frans-Duitse as is nog altijd belangrijk, zelfs al lijkt dat niet zo. En ik wilde daar dus onderzoek naar doen. En dat had ook te maken met een persoonlijke interesse van mij. Ik ben al lang bezig, schrijvenderwijs, maar ook in mijn onderwijs, met de tegenstelling tussen verlichting en de romantiek. En mijn hypothese voor het boek was dat eigenlijk het DNA van Duitsland, van de Duitse politieke cultuur, gevormd wordt door de romantiek, of in de eerste plaats romantisch is, of in een romantische context is ontstaan. En het DNA van Frankrijk republikeins is, dat wil zeggen teruggaat op de verlichting. Nou, dat was natuurlijk voor mij dan al hoe dan ook heel fascinerend in die tegenstelling. Ja. En al werkend hieraan, al denkend hierover, bleek het veel complexer te zijn. Gelukkig, want daardoor kon ik dit boek schrijven. Maar dat was een van de dingen die mij erg intrigeerde. Los dus van die toekomst van Europa die zo belangrijk was geworden. En los van een meer... min of meer actuele aanleiding. En dat is dat ik de laatste 10, 15 jaar ongelooflijk veel momenten zag waarop die Frans-Duitse verhoudingen plotseling in het openbaar getoond werden aan de hand van tentoonstellingen, films, boeken. Dus daar was iets aan de hand. En dat had te maken met herdenken van een aantal gewapende conflicten. Niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Eerste Wereldoorlog, de vergeten oorlog van 1870-71 en de Napoleontische oorlogen. Dus er was ook een soort herdenkings... golf ontstaan, waarvan het mij opviel, niet mij alleen, maar het viel mij zeker op, dat die van karakter aan het veranderen was. Dat met andere woorden niet alleen Duitsland heel intens met zijn verleden bezig was, want dat weten we allemaal, die indrukwekkende vergangenheidsbewältigung van de Duitsers, maar dat ook in Frankrijk eigenlijk de laatste 10, 15 jaar het zicht op het verleden en dan met name ten opzichte van die Tweede Wereldoorlog aan het verschuiven is. Dus dat allemaal bij elkaar genomen leek mij een goed moment om dit boek te schrijven. Ja, zeker. Ja, het is een heel rijk boek. Ik vond het ook zelf, moet ik zeggen, op allerlei punten verhelderend. Die tegenstelling zoals je hem nu net neerzet tussen verlichting en romantiek. Die is inderdaad minder eenduidig. Dat was ook eigenlijk wel mijn gevoel. Ik bedoel, Rousseau is al bij uitstek een denker die beide belichaamt. Hè? En in vrijheid, gelijkheid en broederschap zit ook heel wat romantiek natuurlijk. Ja. Maar goed, daar raken we dadelijk nog wel aan. Het is natuurlijk inderdaad voor de toekomst heel belangrijk. Je refereert ook aan een opstel van Sloterdijk, hè, van een aantal jaren geleden alweer. Vervals Europa er wacht. We zijn nu een beetje wakker geschud eigenlijk door het conflict met Rusland. Deze week zagen we toch ook wel weer het grote verschil tussen de opstelling van Scholz aan de Duitse zijde en Macron. Die aan Franse zijde toch even op tafel leggen dat het misschien wel zaak was Europa daar ook militair een rol ging spelen. Althans in ieder geval het balletje opwierp.
En Scholz toch heel duidelijk een afstand innam. En ik weet niet wat voor gesprekken er deze week zijn gevoerd in Parijs. Maar dat zal denk ik niet in een geheel harmonieuze toestand zijn geweest. En toch gaat het, ook waar het gaat om Europa, wel om... Echt ook om die as Frankrijk-Duitsland. Hè? Dat is dat vormt toch het hart, zou je kunnen zeggen, ja. van Europa. Ik vond het, zoals gezegd, hè, een boek dat waarin je vooral ook heel veel culturele aspecten, de geschiedenis erbij betrekt. Opmerkelijk is, je start met de Frans-Duitse oorlog, de Vergeten Oorlog, 1871, ja. Hè, zo, of 70-71. Ik was een enkele jaren geleden voor het eerst lange tijd weer in Berlijn. En zoals je weet, ik heb natuurlijk ook veel affiniteit met Duitsland. Maar ik was daar pas op 18-jarige leeftijd, of 17-jarige leeftijd op het laatst geweest. En ik kwam daar nu heel anders. En ik was ook, laten we zeggen, veel gevoeliger voor het type... zeg maar, nationalisme of grootsheid die je ziet zo eind 19e eeuw. En dat had ik eigenlijk, misschien kwam het ook omdat ik nu in Oost-Berlijn was, althans voormalig Oost-Berlijn, dat je veel meer die voeling krijgt met die 19e eeuw. En dat je ook wel voelt van, daar is in Duitsland iets gaande in die 19e eeuw. En die Frans-Duitse oorlog speelt daar een heel belangrijke rol in. Hè? Die overwinning die de Duitsers toen behaald hebben. Nou, misschien kun je daar eens even wat je gedachten over laten gaan. Want het is iets wat wij denk ik ook ons doorgaans niet helemaal realiseren. Ja. En ik vond het ook heel mooi aan jouw boek. Om dat terug te lezen. Maar waar je het nog sterker aan zette dan ik me eigenlijk realiseerde. Hoe belangrijk die overwinning is geweest van de Duitsers voor henzelf. Ja. Maar ook... wat voor wisselen trekt, natuurlijk. Hè? En dat kennen we allemaal, ja, die vrede van Versailles... hè, die ook weer een wraak was op die Frans-Duitse oorlog. Hè? Maar ja, dat toch eigenlijk een heel belangrijk... je zet hem niet voor niets, denk ik, neer als openingen. Ja, ik wilde, als we die vier conflicten, gewapende conflicten zien... tussen Duitsland en Frankrijk. De eerste is dan de bezetting van de Fransen van Pruisen. Dat is Napoleon, rond 1800. Dan hebben we 1870-71, dan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik wilde die niet in chronologische volgorde maken. Nee, dat is echt een opmerkelijke keuze. Ja, maar dat is een bekende... truc onder historici zou je kunnen zeggen dat als je wilt laten zien dat de geschiedenis ingewikkelder is dan een chronologische opeenvolging van conflicten en feiten en gebeurtenissen, dan moet je iets doen. En een retorische truc daarvoor is: behandel ze niet in chronologische volgorde. Dat was een van de vele overwegingen om het zo te doen. Dus mijn eerste hoofdstuk gaat inderdaad over 1870-71, de Vergeten Oorlog. Want heel veel mensen weten überhaupt niet dat die oorlog bestaat en bestond. Ja, ja. Terwijl het eigenlijk een heel belangrijk gewapend conflict is. Ja. Zonder dat conflict is ook het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet goed te begrijpen. Nee. Maar dat neemt niet weg dat de Napoleontische oorlogen ook een rol spelen. En waarom? Omdat er eigenlijk niet zoiets als Duitsland was tot 1800. Het was een veelheid van vorstendommetjes, lappendeken, hertogdommetjes. Enorme lappendeken met wel één groot gecentreerd of groot machtig gebied. Dat is Pruisen aan de noordkant. En eigenlijk is het zo dat op het moment... Maar ook wel een religieuze. Hè? Ik bedoel, het Lutherse geloof was natuurlijk wel... Ja, maar Noord-Duitsland. En dat is wel belangrijk. Want als ik zo meteen op 1870-71 kom, dan blijkt waarom dat belangrijk is. Dat eerste conflict was een conflict waarbij de Fransen, als het ware, Duitsland uitgegooid moesten worden. En daarvoor moest ook een Duitse nationaliteit ontwikkeld worden. En dan krijg je bijvoorbeeld de reden van aan die nation van Fichte, de filosoof, vlammende betogen over wat Duitsland is. En cruciaal in die betogen is dat hij een Duitsland beschrijft dat er helemaal niet is. Dus hij moet dat definiëren op een andere manier. En dat doet hij door te zeggen, wij spreken allemaal eenzelfde taal. Wij zijn eenzelfde volk. En sterker nog, wij zijn, en daar zie je ook meteen, hoor je de schrille tonen van iemand die zich bijna overschreeuwt, omdat er niks is. Hij zegt, wij zijn de Grieken van Europa. Hm.
En dat betekent natuurlijk automatisch... dat de beschaving. De cultuur betekent de oorsprong van de beschaving. Want die anderen zijn de Romeinen. Ja. En de Romeinen die hebben eigenlijk alles van de Grieken. En wie zijn de Romeinen? Vul me in, dat zijn natuurlijk de Fransen. Ja, dus zo begint Fichte. En Fichte zegt, Duitsland, het gaat er niet zozeer om dat het een gebied is... dat nauw omschreven is door fysieke omstandigheden... zoals Spanje of Frankrijk of Engeland... en met water eromheen op bergen... Hij zegt, wat Duitsland tot Duitsland maakt, is die Duitse taal en die Duitse cultuur. Nou, dus daar begint een idee van Duitsland. Maar zoals je terecht al aangeeft, Noord-Duitsland en Pruisen is protestants. Dat is nog niet de Duitse eenheid die wij van later kennen. Laat staan de Duitse eenheid van het Derde Rijk. En nu komen we bij die oorlog van 1870-71. Daarin... krijgt het moderne Duitsland gestalte. En dat gebeurt door de politiek van Bismarck. Duitsland wordt in een enorm tempo rijker, machtiger, industrialiseerd. Is heel succesvol, heeft veel grondstoffen, heeft een enorm succesvolle energie. Begint aan expansie te doen. Ook de Gründerzeit. Hè? Ja, ook koloniaal, maar ze zijn te laat, want eigenlijk zijn alle gebieden al bezet. Dus er vinden ook wat koloniale conflicten ver weg plaats, onder meer in Zuid-Afrika. Maar... dat is het moment waarop Bismarck een Duitse eenheid wil smeden. En een Duitse eenheid betekent dat het zuidelijke deel van Duitsland verenigd moet worden met het noordelijke. En dat is niet zo makkelijk. Maar de beste manier om een natie te smeden, ik zeg het nu een beetje op zijn Jan Boerenfluitjes, maar dat is natuurlijk een gemeenschappelijke vijand vinden. En hij weet dan de Fransen te verleiden tot een oorlogsverklaring. En dan staat hij al klaar met een heel goed bewapend leger om Frankrijk binnen te vallen. Je hebt natuurlijk daarvoor, kort daarvoor, heb je die oorlog tegen de Denen gehad. En Schleswig-Holstein. Dat is ook echt een grandioze overwinning voor de Duitsers. Oostenrijk. En Duitsers is ook veel beter bewapend. Ja. Modern leger. Daar zie je ook wel de dominantie van Pruisen. Die periode. Ja. En de industriepolitiek in Duitsland die ervoor heeft gezorgd. Dat die staalindustrie is bijvoorbeeld heel goed ontwikkeld. En Duitsland heeft een infrastructuur. En daarom zeg ik ook, het is eigenlijk een heel invloedrijk conflict geweest. Omdat daar voor het eerst op hele grote schaal... en snel legers verplaatst kunnen worden. Je kunt mobiliseren en je kunt 200.000 man verplaatsen naar het front brengen. En de Duitsers hadden die rails al liggen. Ja. En dat is de eerste keer dat Frankrijk finaal onder de voet wordt gehouden. Ja, maar dat is dus eigenlijk ook de atmosfeer van de tweede helft 19e eeuw. Het is na de onrust in de socialistische of communistische revoltes, her en der, ook in Frankrijk natuurlijk. Maar dan zie je dus inderdaad dat Duitsland met die oorlogen, want het is een reeks. Zou je kunnen zeggen, in het conflict met Frankrijk een soort definitieve nieuwe fase ingaat. Ja. Nou ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat daar een wederzijds conflict begint. Want de Fransen hadden eigenlijk helemaal niet zo'n antipathie tegen het Duitse. Integendeel, er werd nog in de traditie van Madame de Staël eigenlijk heel romantisch over Duitsland gedacht. Uit Duitsland kwam de klassieke muziek en noem maar op, de Duitse opera en Wagner en... Maar dan beginnen eigenlijk de Frans-Duitse tegenstellingen op te bloeien. En dat komt ook door een belangrijk symbolisch moment. Mm-hmm. Bismarck roept de koning Willem tot keizer uit. En waar doet hij dat? In het Spiegelpaleis van Versailles. Dat was voor mij echt... Dat is een onbegrijpelijke vernedering. Dat is echt gewoon natuurlijk om te bruskeren ook. Dat is een vernedering die natuurlijk glans bracht aan het keizerschap van Willem in Duitsland. Maar een ongekende vernedering die kwam bovenop de werkelijke vernedering. En dat was het innemen, niet alleen bezetten, maar ook het annexeren van Elzas-Lotharingen. Ja. En dat heeft ontzettend veel pijn gedaan in Frankrijk. En daar is eigenlijk een diepe vijandschap ontstaan. Frankrijk heeft natuurlijk wel al vanaf de middeleeuwen die intense vijandschap met Engeland gehad. Ja. Maar deze was eigenlijk relatief nieuw, zeg maar. Ja, maar die is heel intens en ook cultureel. Als ik daar een voorbeeld van mag geven, dat je dat tot op de dag van vandaag terugziet. Iets wat ik ook door het schrijven van dit boek mij pas realiseerde. En wat ook illustreert in welke zin die oorlog eigenlijk een vergeten oorlog is. Maar wie vaker naar Parijs gaat, weet dat daar een aantal hele fijne
brasserieën zijn. En die brasserieën, die zijn uit de Elzas. Die hebben altijd zuurkool. Die hebben altijd een aantal gerechten. Die hebben altijd Riesling en noem maar op. Dat zijn Elzas brasserieën. Ze hebben meer, maar ik bedoel de Flowketen. Terminus, Beauvinchier, Liep, noem maar op. Oh, een heleboel van die dus het befaamde. Was echt Franse identiteit ook. Ja. Precies. Dus wat je krijgt, zo vanaf 1870 is, men gaat ook in die Elzas brasseries eten. Er ontstaat een soort cultuur om te zeggen, dat zijn wij. Wij zijn Frans en dit hoort bij ons. Het is maar één klein voorbeeldje, maar als je erop gaat letten, dan zie je allemaal van dat soort elementen. En dan krijg je de Eerste Wereldoorlog en Frankrijk. Nou, misschien toch nog even die Frans-Duitse oorlog. Dan. Ik wil even een opmerking maken vanwege Versailles. Omdat precies het omgekeerde gebeurt. In diezelfde spiegelzaal van Versailles, waar dus de keizer van Duitsland werd gekroond in 1870, daar wordt uiteindelijk Duitsland vernederd in 1918-1919 in het verdrag van Versailles. In diezelfde spiegelzaal. En wat we dus zien is een dynamiek van vernedering die hier ook echt symbolisch en dus ook bewust heeft plaatsgevonden. Die uiteindelijk weer tot een van de aanleidingen kan zijn van de Tweede Wereldoorlog. Het is allemaal veel complexer, maar dit is wel een figuur om goed in het achterhoofd te houden, omdat die zo in het geheugen van zoveel mensen gebracht is. Ik wist dus inderdaad wel dat die vredesverdragen dat die waren getekend, of eigenlijk capitulaties, hè, kun je zeggen, want het waren natuurlijk... Maar dat is notabene ook de keizer daar gekroond was in Versailles. Ja. En dat vond ik wel heel ver gaan. Ja, dat gaat wrijf je het wel erin. Hè? En je zou kunnen zeggen dat de Amerikanen eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog met de Marshallhulp eigenlijk hebben laten zien dat er soms toch een les is te trekken uit de geschiedenis. En dat je misschien niet aan vernedering moet doen, maar juist vooruit moet denken aan hoe kunnen we iets opbouwen. Nee, absoluut. Het interessante ook omdat je kent waarschijnlijk ook die geschiedenis rond Hegel in de jaren 20 van de 19e eeuw. Waar er ook nogal wat onrust is omdat het nationalisme met name onder studenten begint toe te nemen. Ja. Hè? Dus de liberale studenten die eigenlijk ook een idee hebben van een groter Duitsland. Daar komt dus inderdaad die nationale gedachte, die bij Fichte ook al is uitgesproken, die leeft daar ook. En het opmerkelijke, Hegel, die keert zich daar ook tegen. Die moet er eigenlijk niks van hebben. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat Hegel een conservatief is. Ja, hij is echt een conservatief. Ja, die ook wantrouwen heeft tegenover de democratie. En wij associëren nationalisme nu al heel snel met een conservatief en ondemocratische tendens. Maar dat was in het begin van de 19e eeuw niet het geval. Dus die Duitse studenten, in optochten naar de Wartburg optrokken in een optocht, die wilden ook democratie. Ja. Dus heel veel nationale bewegingen in de 19e eeuw waren ook democratische, vooruitstrevende bewegingen. Ja, je kan zeggen, het is natuurlijk het bindmiddel geworden. Hè? Je bevrijdt de burger uit aristocratische of hiërarchische structuren, maar je bindt hem opnieuw in een soort nationale broederschap. Ja. En dat zag je natuurlijk al bij de Fransen. Ja. Maar dat gebeurt inderdaad. Dus inderdaad belangrijk, dat vergeten mensen nogal eens, zeker met Fukuyama's deze van en zodra je democratiseert, dan is de oorlog voorbij. Ja. Nou ja, de 19e eeuw is precies het andere verhaal. Althans, relatief weinig oorlogen, maar je ziet wel natuurlijk hoe dat nationalisme ook steeds virulenter wordt. En ook hoe die heel die kolonisering ook een soort nieuwe impuls krijgt. Hè, als gevolg van... En zelfs dat het racistische vormen aanneemt. Ja. Hè, dus en dan vindt het geweld voor een groot deel buiten Europa plaats. Ja, namelijk precies. In koloniale vorm. Hè? Ja, Arendt wijst daar ook op. Hè, of the origins of totalitarianism. Ja. Hoe eigenlijk die 19e eeuw op een bepaalde manier ook... al het drama ook van de jaren 30 voorbereid. Nou goed, dit is in ieder geval dat antagonisme tussen Duitsland en Frankrijk. Dat neemt dus na die oorlog 1870-1871 toe. Duitsland expandeert natuurlijk. En dat moet uiteindelijk fout gaan. Dat vormt ook de opmaat eigenlijk naar de Eerste Wereldoorlog. Ja. Komen daar, als je het zo beziet, komt er door die Eerste Wereldoorlog nog een extra laag bij? Even los van die vernedering die we natuurlijk zien aan het einde. Ja,
Zeker, omdat daar de oorlog op een nog grotere schaal plaatsvindt. En het ook blijkt dat een oorlog tussen twee naties eigenlijk hoe besmettelijk die is. En eigenlijk zich over de toenmalige wereld, moeten we misschien zeggen, Europa uitbreidt. Het is helemaal niet dezelfde oorlog. De tijd is veranderd, de constellaties in Europa zijn veranderd. Maar vanuit een technologisch perspectief gezien zie je eigenlijk wel hoe mensen elkaar op grote schaal dood kunnen maken. Dat is in de Eerste Wereldoorlog nog ver gaan. En Europa is ook bang voor Duitsland, hè? Voor dat expanderende Duitsland. Ja. Want ook als je kijkt naar de bevolkingsomvang. Nederland is natuurlijk gigantisch gegroeid in de 20e eeuw. Ja. Maar landen als Duitsland en Frankrijk, die zijn helemaal niet zo gegroeid. Ja. Daar zijn allerlei oorzaken voor. Maar ik realiseerde me dat ook pas, dat zo'n Duitsland, dat had ook echt al iets van 60, 70 miljoen inwoners. Ja. In het begin van de Duitsland was heel groot. Was echt groot. Ja, ja. En de angst in Frankrijk voor bezetting en dreiging, maar vooral de rancune ten opzichte van de bezette Elzas, die niet alleen werd gecultiveerd, die echt gecultiveerd werd en overgeschreven werd op alle mogelijke manieren. Sorry. Die was zo groot. Dit achteraf heeft de historicus natuurlijk altijd gelijk. Dan zeg je dat moest tot oorlog leiden. Ja. Maar is altijd makkelijk om achteraf te zeggen. En die eerste Wereldoorlog is natuurlijk een buitengewoon complex fenomeen. Hoe die los kan barsten, dat is een veel groter verhaal dan alleen Frankrijk en Duitsland. En ik heb me op mijn boek vooral daarop gefocust. Ja. Omdat ik een lijn wil trekken. Ja. Om te onderzoeken hoe die onderlinge verhouding plaatsvindt. Maar dat zit in een groter verhaal. Nee, jij hebt natuurlijk al die bondgenootschappen doen. Hè? Dus wat daar. Dan krijg je tijdens die oorlog ook nog natuurlijk de hele escalatie in Rusland. Dus het is natuurlijk een ongelooflijk verwarrende tijd geweest. Ja. We denken nu wel eens dat we in een. We leven ook in een complexe tijd. En die ook weer heel zijn eigen. Ik moet daar wel bij zeggen, Ad, dat als wij nu de suggestie gaan wekken dat Europa een lappendeken is. Die zo onsamenhangend en ingewikkeld is. Dat het idee van een Europese eenheid ver te zoeken is en nooit tot stand kan worden gebracht. Dat zou een politieke. Consequentie kunnen zijn. Dat is niet mijn. Boek. Tegendeel willen bewinnen. Daar zijn we ook niet mee bezig. Hè. We gaan even om te begrijpen wat. Waar we staan en wat Europa is. De Engelsen voegen zich daar natuurlijk ook bij in die Eerste Wereldoorlog. Hè. En die zien natuurlijk dat machtige Duitsland ook opkomen. Dus die verbroedering is wat dat betreft. Ook opmerkelijk, maar ze hebben een gemeenschappelijke vijand, om het zo maar te noemen. Ja. Dat is toch Duitsland. Dat vormt natuurlijk ook de opmaat naar de jaren 20. Waarin je ziet dat Duitsland na die vrede van Versailles. Met alle herstelbetalingen die daarbij horen. En symbolische vernederingen die er hebben plaatsgevonden. Land dat ze zijn kwijtgeraakt. Ja, daar wordt de voedingsbodem gelegd voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. En ook achteraf denk je, hoe kun je zo stom zijn om een land zo te vernederen en zo klein te maken en zo in de tang te houden? Ja. Dit roept alleen maar nieuwe conflicten op. Maar nogmaals, achteraf is het altijd makkelijk praten. Als er vele miljoenen doden zijn gevallen, dat je dan zegt, dat was niet zo'n goed idee. Ik denk wel dat dit soort grootschalige conflicten, om je daarmee bezig te houden, om het levend te maken, en dat is ook een van de achtergronden van mijn boek, om dat te doen, dat die belangrijk zijn voor het nadenken over Europa nu. Je schetst ook al, dus die geschiedenis die weegt zwaar door. En ook hoe je in recente, niet alleen politieke, maar zelfs culturele manifestaties, je kunt zien dat we nog in onze maag zitten met die geschiedenis. En een van de dingen waarmee dat er wordt opgelost, die schetst, dat is dat men bijvoorbeeld die hele kunst wil gaan losmaken van die historische culturele setting waarin ze heeft plaatsgevonden. Ja. Misschien kun je daar nog eens een. Je haalt het voorbeeld van die tentoonstelling uit in 2013. Ja. Misschien leuk om dat toch even. Ja, dat is ook leuk omdat dat eigenlijk voor mij een eye-opener was die me op het idee bracht om dit boek te schrijven. Dat heeft toen nog een aantal jaren geduurd. Ja. Maar
Ik was in Parijs. In 2013 was een tentoonstelling in het Louvre. Die heette De l'Allemagne over Duitsland. Ja. En dat vond ik hoe dan ook toen al interessant. Dat Fransen een tentoonstelling maken over Duitse schilderkunst. Maar duidelijk met de ambitie om ook echt iets over Duitsland te zeggen. Ik zocht dat een beetje uit. En toen bleek dat die tentoonstelling aanvankelijk een samenwerkingsproject was tussen Duitse kunsthistorisch instituut in Parijs en het Louvre. Maar ja, zo'n klein instituutje en zo'n museum, dat kon op zichzelf al niet goed gaan. En Frans en Duitsers, dus het Louvre, nam gaandeweg die tentoonstelling over. En toen dit tentoonstelling eenmaal begon, die Duitse partij. Die overvleugelde. Ja. En dat is zeker bij het Louvre met al die enorme vleugels, ja, is een goed beeld. Precies. En die tentoonstelling toen die kwam, had die plotseling nog een ondertitel. Die heette niet alleen meer De l'Allemagne, uh-huh, wat de titel is van een boek van de Staal. Maar daar stond onder 1800-1939. En toen zeiden die Duitsers, wat een raar soort ondertitel bij een tentoonstelling. Wat wil je daar eigenlijk mee zeggen, 1800-1939? Ja, Spiegel en zo. Die Frans zeiden, wat is het probleem eigenlijk? Nou, ontstond in Duitsland wel min of meer een soort relletje. Er waren een groot aantal kanten die daarover schreven. Van wat leggen die Fransen eigenlijk ons, wat schuiven ze ons in de schoenen? Dat eigenlijk onze cultuur automatisch sinds 2 eeuw is uitgelopen op die Tweede Wereldoorlog. Want dat zat er natuurlijk in. Duitse romantiek leidt tot fascisme. Dat was eigenlijk de subtekst. En je kon je de verontwaardiging wel voorstellen. Dat werd ook allemaal keurig beargumenteerd in Duitse kranten. En in Le Monde was in Frankrijk één klein stukje in Le Monde. Er wordt in Duitsland gediscussieerd over de ondertitel van deze tentoonstelling. Ik dacht, dat is interessant, die asymmetrie. Dus toen ben ik daar een beetje ingedoken. En nou ja, dat is wat ik eigenlijk de hele tijd in mijn boek. Als je aan één draadje trekt, komt er van alles tevoorschijn aan geschiedenis. En dat is wat ik dan probeer om aan de hand van beeldende kunst en film en muziek te laten zien. Nou is dit een voorbeeld waarin je zegt van ja, kennelijk was er in ieder geval leefde in Duitsland de gedachte dat alleen al vanwege de keuze van de data, om het zo maar te noemen, dat juist die kunst en dat Duits nationalisme sterk met elkaar verbonden waren. En uiteindelijk leidt, zoals romantiek, tot fascisme. Maar je schetst ook een paar andere evenementen. Waarin men juist dat op alle mogelijke manieren probeert te voorkomen. En dan eigenlijk. Nou ja, precies. Dus wat mij, toen ik dat idee had om de kunst in te zetten, om eigenlijk als een soort thermometer in die verhoudingen, om als een thermometer in die verhoudingen te stoppen. Toen viel mij eigenlijk op hoe vaak we over kunst praten, over literatuur of film of iets anders, en de echte werkelijkheid buiten beschouwing laten. En toen herinnerde ik me een gedicht van Rimbaud, dat op veel scholen, althans destijds nog een soort, als je Franse literatuur had, kreeg je altijd wel dat gedicht van Rimbaud. Over die soldaat. Dat is een sonnet. Ja. En daarin ligt een soldaat te slapen op een berghelling. En dat is eigenlijk een prachtig beeld. En dan zoomt de camera in. En in de laatste regel van het sonnet lijkt het alsof die camera zwenkt. Want dan blijkt dat die soldaat 2 rode gaten in zijn hoofd heeft. Met andere woorden, hij slaapt niet, maar hij is dood. En Rimbaud woonde 10 of 15 kilometer van een plek, als 15-jarige jongen, van een plek waar een enorme slag had plaatsgevonden. En die heeft daar natuurlijk rondgedwaald en een dode soldaat gezien. Maar ik heb nooit in een literatuurboek gezien of gelezen, ik heb nog even nu teruggekeken, het gaat nooit over dat daar wel zo'n werkelijkheid achter dat sonnet zou kunnen zitten. Ja, dus een boos typisch voorbeeld van het voorlopen van het symbolisme, van de vorm, van de autonome kunst. En dat vond ik eigenlijk wel fascinerend. Ja, ook als je naar Nietzsche kijkt. Ik wou daar precies naar over gaan. Ja, want wij zijn allebei als filosofen vertrouwd met het werk van Nietzsche. Ik denk dat wij allebei ook wel het nodige van zijn leven weten. En er staan ook heel goede biografieën van Nietzsche. Eigenlijk is dat verhaal dat hij naar de oorlog 1870-71, dat hij die oorlog ingaat, aanvankelijk zich als vrijwilliger melden, maar dat kon niet. Want vanuit Zwitserland. Ja, hij werkt in Basel als professor, dus hij mocht niet als soldaat, dus dan is hij als hospik, als hospitaalsoldaat is hij gegaan, rechtstreeks naar het front. En dat was iets wat de fijngevoelige Nietzsche moeilijk aankwam. Dus die werd ziek, zwak en misselijk. En ging zo snel mogelijk terug met een gewonde transport als begeleider. En het
kan niet anders dan dat dit op de jonge gevoelige professor een gigantische indruk heeft gemaakt. En als je kijkt naar zijn latere werk, daar komen veel woorden in voor. De geweld, oorlog, strijd. Maar ook dat concept van die Übermensch. En je kunt je haast niet voorstellen dat die sterke ervaringen gewoon nul invloed hebben gehad. Maar toch is het een soort taboe in de filosofie om op die biografische manier daarnaar te kijken. Dat is grappig, want Spengler refereert ergens in zijn Untergang des Abendlandes aan die ervaring die Nietzsche zou hebben gehad bij het zien van een marcherend regiment. En dat daar eigenlijk in die periode de gedachte van de Übermensch zou zijn opgekomen. Ja. Dus in de context van een opererend leger. Ja. En bij Dostoevsky kom je het natuurlijk tegen in Raskolnikov. Die Napoleon eigenlijk als Übermensch, dat is ook echt de term die al wordt gekozen. Maar die ziet Napoleon niet, hè? Dan is het al een terugblik, een historische terugblik. Dan is het een historische terugblik. Ook, ik bedoel, van Dostoevsky al. Ja, Dostoevsky, nee, zeker. Ja. Dus, maar bij Raskolnikov, want het is, zal die roman geschreven zijn, echt 1870 om en nabij. Ja. Of ineens daarvoor, denk ik, in de jaren 60. Maar Nietzsche die heeft heel goed Dostoevsky gelezen. Er wordt al gezegd dat hij dat van wellicht ook voor een deel weer daar vandaan heeft. Maar los daarvan, ik vond het mooi ook in jouw boek. Je schetst een aantal van dit. Dat is een soort motief, zou ik bijna zeggen, in jouw beschrijving. Dat je dat er een kennelijk onder schrijvers of ook sensitieve zielen, of die wij in ieder geval zo hebben leren kennen, dat die met oorlogsgeweld te maken hebben gekregen, maar ook dat ook bewust hebben opgezocht. Ja. Je haalt Hoffman aan, die kennelijk ook na een slag met Napoleon of met Napoleontische legers het slagveld op is gegaan en daar half euforisch vandaan kwam. Hè? Nou, het is nog sterker dat hij de slag bij Dresden, maar daar moet je me nu even niet op vastpinnen. En die slag is, en de volgende dag, hij is daar vlakbij en loopt met een glas wijn naar buiten. Precies, zo beschrijf je het, met dat glas en wijn. En dat is een ongelooflijk beeld. Ja. Het beeld staat niet geïsoleerd, want als je kijkt hoe Byron schrijft over slag bij Waterloo bijvoorbeeld, of dan zie je ook datzelfde esthetische blik van de romanticus, die aan wil geven hoe vergeefs ons leven is en ondanks alle grandeur dat we voor het weten onder de groene zolder. Het is een dandy, hè? Dat je met een glas wijn over een slagveld, dat is... Maar het beeld is ook zo sterk, omdat we het precies waar we het nu over hebben, omdat als het over kunst of filosofie gaat, we vaak net doen alsof dat niks met de werkelijkheid te maken heeft. Ja. Ik moet hier wel even precies zijn, want ik ben er niet voor om mijn studenten te gaan leren dat als je een filosoof bestudeert, dat je dat vanuit de biografie... Nee, maar dat ingewikkelde. En het leuke is dat precies Nietzsche daar al heel erg op hamert. Hè? Dus Nietzsche zegt provocerenderwijs ook, die filosofie van Schopenhauer, die doet er eigenlijk helemaal niet toe. Was notabene de belangrijkste filosofie voor hem ooit. Ja, maar die dat gebeurt vaak. Gaat, degene die het meeste invloed heeft gehad, die filosofie van hem, die doet er helemaal niet toe. Het gaat alleen maar om hoe hij geleefd heeft. Dat hij onafhankelijk was. En dus daar zit een soort dubbelheid in. Ik vind niet dat je filosofen biograaf moet begrijpen, maar dat taboe klopt ook niet. En wat ik in mijn probeer is een aantal van die gevoeligheden. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Je kunt ook zeggen, in die geschiedenis heeft zich ook iets transhistorisch geopenbaard. Dus als je kijkt naar wat bijvoorbeeld de gebroeders Jünger hebben meegemaakt, hè, tijdens die Eerste Wereldoorlog. Allebei in de loopgraven gelegen, onderscheiden ook. Jünger hele hoge Ernst Jünger hele hoge onderscheiding. Maar bij beide is dat toch een beslissende gebeurtenis geweest, waarin ze over moderne techniek zijn gaan nadenken. Dus je schrijft ook in die Duitse traditie zie je dus veel meer techniekkritiek. Dat klopt. Hè. Dat begint bijvoorbeeld bij Ludwig Klages en zo, dat soort lieden. Maar ook bij die jongens, aanvankelijk bij Ernst nog heel juichend, maar die schuift toch ook op. Bij Friedrich Heidegger ook eigenlijk heel veel kritischer. Er is een hele reeks natuurlijk. Hè. Bij Adenauer, Günther Anders. Maar goed, bij die jongens zie je dat die...
Ja, die hebben daar in die materiaalslacht, om het met Ernst Jünger te spreken, ook iets gezien wat verder gaat dan alleen maar die gebeurtenis van die oorlog. Ja, en Jünger komt later voor de Weermacht in Parijs weer terecht. Ja, ja, die en dan komt in Parijs. Ik beschrijf dat moment dat hij vanaf een balkon ziet hij die bombardementen op Parijs of in de Vette. En dan beschrijf je dat heel esthetisch. Ja, maar dat... Ja, dat als een, wat is het ook alweer? Hij heeft zo'n mooi beeld. Dat schiet me nu even niet te binnen. Maar, hij kan natuurlijk ongelooflijk esthetiseren, ja, ook een Jünger. Ja. Maar provocerend. Ook provocerend. Ja. Maar goed, Parijs is gelukkig toch niet afgebrand. Hè? Want dat waren de plannen van Hitler. Nee, overigens wel daarvoor door de Duitsers. En dat is wat ook nieuw was voor mij. In die oorlog van 1870-71 is Parijs vergaand gebombardeerd. Niet vanuit de lucht, maar dus met hele zware kanonnen. En een enorm deel van Parijs... Kapotgeschoten. Ja, lag gewoon in puin. Ik heb die foto's gezien. En dat is Hotel de Ville. En het beeld dat je hebt. Ik heb altijd gedacht dat het middeleeuwse Parijs verdween door al die afbraakplannen van Haussmann, waar die nieuwe boulevards werden gebouwd. De Duitsers hebben daar echt flink aan meegeholpen. Ik wist ook niet dat dat zo heftig was. Die Frans-Duitse oorlog. Ja. Dat is wel wat ik uit jouw boek ook heb geleerd. Dat er veel destructiever is gevochten dan ik me eigenlijk kon voorstellen. Ook dat die Duitsers dus zo ver zijn opgerukt en zo. Dat is, dat is wel, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, Ad. Dat is toch wel een motief in mijn boek waarvan ik hoop dat het ook de lezer bereikt. Hoezeer Europa eigenlijk dat verleden en die gewelddadigheid aan het vergeten is. En dat is wat het boek waar we mee begonnen van Sloterdijk over Europa. Ja, vals Europa erwacht. Vals Europa erwacht, als Europa maar een zwakker woord. Hè, voor het geval dat toch? Voor het geval Europa wakker dan kunnen ze dit misschien... Ja. Ja. En dat ze allemaal losse opstellen. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat een geweldig boek is. Maar de gedachte daarin dat het in Europa allemaal veilig lijkt. Een warm huis waar je volop kunnen consumeren. Ja. Een soort verveling optreedt bijna van gezapigheid. Waarbij eigenlijk Europa vergeet wat het is. Ja, dat is wel weer een heel actueel beeld geworden. Want een van de grote problemen met name van West-Europa is dat de meeste Europese kiezers nog helemaal niet begrijpen wat de rol van Europa is in het geopolitieke beeld. Nee. En daar wordt nu wel veel over gezegd en geschreven, maar om een van de redenen daalt dat heel moeilijk in de politiek in. Omdat het zoveel geld kost en iedereen toch liever nog een keer extra op vakantie gaat. Om dat even in de lijn van Sloterdijk te zeggen. Dan te denken, wat zijn de werkelijke bedreigingen van Europa? Dit zou ik 5 jaar geleden ook nog niet hebben gezegd natuurlijk. Maar die bedreigingen zijn veel groter dan we beseffen. Ja, absoluut. Maar dat is natuurlijk ook een... het mes snijdt aan twee kanten, zou ik bijna zeggen. Je kan zeggen, onder die paraplu van de Verenigde Staten... En getraumatiseerd door die twee wereldoorlogen heeft Europa natuurlijk ook echt afstand gedaan van zowel een nationalisme, zeker na de jaren 60 revolutie, in ieder geval het hoger opgeleide deel de natie, toch nationalisme, maar ook militarisme. Dus de legers zijn toch, de Fransen hadden dat nog enigszins met de Gaulle. Maar ook die zijn zeker in de afgelopen 30 jaar ook in toenemende mate aan demilitariseren geslagen. Dat geldt voor de Engelsen ook. Dat geldt voor de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. Hebben natuurlijk nooit meer een defensie gehad die op serieuze oorlog is voorbereid. Maar het betekent ook dat je dus met een generatie te maken hebt, een generatie politici, die ook, laten we zeggen, de ernst of de hardheid of de wreedheid en de bruutheid ook niet meer kent daarvan. Ja. Ik weet niet of jij die serie hebt gezien over die Deens-Duitse oorlog in Schleswig-Holstein. Mm-hmm. Ja, 1863 is het, geloof ik. Ik vond hem fantastisch, maar ook omdat je dan ziet hoe, over romantiek gesproken, dus een soort Deens nationalisme van een politicus, dus dat volk op sleeptouw neemt. En
hij wordt dan al gewaarschuwd van, ja, weet je wat, waar begin je aan? En, ja. En dat eindigt dus ook in een soort ja, bloedige, aanvankelijk ogenschijnlijke loopgraven situatie. Maar de Duitse suprematie is dermate, dat is een slachting. En ja, ik heb, en daar zie je ook de ontgoocheling bij die man. Van, oh, ik dacht dat we... Hè? Dat en, we het redelijk uit zouden praten. En, ja, want ik denk wel dat zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog had je natuurlijk wel politici die zowel wat het gaat in het project van de Duitse eenwording, maar ook wat het gaat om de verhouding tot de Sovjet-Unie. En ze hadden wel allemaal dat die bloedigheid van die oorlog aan de lijve ondervonden. Ja. Maar mensen dachten ook dat dat niet meer zou gebeuren. En, tot 1989 was het nog een reële optie, hè? Ik ben zelf lang lid geweest van de PSB. Ik was een echte pacifist. Dus ik kom in dat opzicht van ver. En net als veel pacifisten gebeurde dat natuurlijk onder de Atlantische paraplu. Dus onder de bescherming van Amerika. Ja. Ik geloof dat het verhaal van het gelijk van rechts van destijds onzin is. Ik geloof wel degelijk dat de muur kon vallen omdat de vredesbeweging zo massaal aanwezig was dat er een soort wederzijds vertrouwen kon ontstaan. Maar los daarvan was die Atlantische paraplu natuurlijk cruciaal. En nu die aan het integreren is met de onvoorspelbaarheid van Amerika en met maar ook de terughoudend van Europa om voor zichzelf te zorgen. Ja. Is dat een heel... Zijn wij verwend geraakt? Ik begin gaan getraumatiseerd? Nee, het is verwend geraakt. Ik ga wat dat betreft wel mee met die blik van Sloterdijk. We zijn verwend geraakt. Hè. We denken dat het allemaal wel goed komt. Ja. We beseffen niet hoezeer dat te danken is. Ja, dat is natuurlijk een beladen term. Nou ja, bij Sloterdijk is het gewoon. Ja. Is het consumptie? Is het... Lichtzinnigheid, is het feesten? En, Je zou zelfs kunnen zeggen, dat zou meer in de lijn of van Sloterdijk zijn, denk ik, dat er een soort psychologische gesteldheid aan ten grondslag ligt, dat mensen zo lang geen oorlog en geweld en extreme situaties meer hebben meegemaakt, dat ze verlangen naar een subliem moment waarin weer grote dingen in de geschiedenis gaan gebeuren. Ik hoop niet dat dat waar is. En of ik heb wantrouwen tegenover dat soort verklaringen. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, als je denkt aan de massale achterloosheid. Ja, terwijl als je de wereldgeschiedenis leest. Ik vind het vrij huiveringwekkend op dit moment. Hoor. Maar en ook in Duitsland, waar natuurlijk een ongelooflijke omwenteling heeft plaatsgevonden. Met de wende van Schulz. Ja. Ook daar zien we dat er wel eens een gigantisch bedrag plotseling beschikbaar is. 80 miljard. Nee, 100 miljard. 100 miljard. 100 miljard. 100 miljard euro. Maar dat pacifisme is in Duitsland dus in de kern van de Duitse politiek, namelijk van de SPD, waar Scholz ook lid van is. Dat pacifisme is nog ongelooflijk sterk. En wat ik wel het interessante vind, is dat eigenlijk, laat ik zeggen, pleidooi voor een sterke defensie vooral van de Groenen komt. En dat is ook wat ik hoop dat in Nederland bijvoorbeeld gaat gebeuren. Dat PvdA GroenLinks de weg van de Duitse Groenen volgen en veel reëler het buitenlandse Europese politieke weg gaan inslaan. Ja, tegelijkertijd is, als ik kijk naar de uitlatingen van Baerbock, vind ik dat nou ook wel niet heel erg hoopgevend. Ik bedoel, je kan ook zeggen van, dat is ook lichtzinnigheid om op die manier met een internationaal conflict om te gaan. Maar de Groenen hebben een veel realistischer buitenlandspolitiek dan de SPD lang gehad heeft. Ja, nee, dat is... Is dit een bloemenfase, Ad, of mag ik nog een glas nee, water nemen? Nee, graag. Ja. Water is vrij hier en we hebben ook nog wijn, maar dat doen we pas later op de... toch even naar die verhouding zoals we die nu zien, Macron-Schulz. Als we er gewoon zeg maar het lijntje even terugleiden naar de regeringsleiders daarvoor. Hè? Ja. En die onderlinge verstand houden. Wat zie jij dan de afgelopen, pak een beet, vanaf
wat hebben we? Adenauer en de Gaulle of zo? Nou ja, dat is een hele lange lijn. Adenauer en de Gaulle was een heel belangrijk moment. Ja, ook veel korter. Ja, en dat 62 is die beroemde bijeenkomst in de kathedraal van Reims. En een moment van verzoening waar ook Europa, eigenlijk een golf van emotie door Europa gaat. Want dit is 17 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dat is leek toen lang, maar is eigenlijk best kort. Al die mensen die het hebben meegemaakt waren er nog. Dat is een lijn geweest die soms, laat ik zeggen, het is een golflijn geweest. Soms ging het beter, soms ging het slechter. Het idee van... En dat was toch ook wantrouwen? Echt nog toch steeds wantrouwen? Nee, ik denk dat het waar het om ging is dat er stereotypen actief waren. Dat is wat ik in mijn boek probeer te schrijven. Ja, die stereotypen liggen daar. Dat is een soort mycelium, zoals bij paddenstoelen. Ja. Altijd als er iets is, komt dat weer omhoog. En dat is iets onvermijdelijks. Dat kun je niet afschaffen, want dat ligt onder de grond. Ik denk dat die verhoudingen zijn doorgaans beter dan men soms denkt. Want er heeft ongelooflijk veel uitwisseling plaatsgevonden. Economisch en cultureel. Kun je een paar van die stereotypes typen noemen? Je schetst ook in je boek. Ja, maar dan moet ik er eerst bij zeggen. Ik geloof niet in die stereotypen. Nee, of laat ik het zo zeggen, in mijn boek. Ik onderzoek wat anderen over zeggen. Ik ga niet zeggen de Duitser is dit of de Fransman is dat. Ja, maar ze hebben wel opvattingen over elkaar. Maar ze hebben opvattingen over elkaar en je hoort die opvattingen veel. Ze waar zijn doet er niet toe, maar ze worden vaak, en dus spelen ze wel een rol in de perceptie op elkaar. Dus het is niet zo dat de Fransman frivol is, het is zo dat Duitsers soms vinden dat Fransen frivol zijn. Dat is eigenlijk mijn standpunt. Dat is toch een belangrijk verschil. Ik ben geen essentialist. Denk ik ook niet. Nee. Dat je zegt, Fransen zijn nu eenmaal zo. Dat is te simpel. De geschiedenis kent zijn eigen dynamiek. Ja, maar zijn natuurlijk wel een aantal clichés in opzichte van elkaar. De Duitser houdt volgens de Fransman zit erg op de regels en de regelvastheid. En regel is regel en uitspraak is uitspraak. En daar moet je aan houden. Ja. Terwijl de Duitsers vinden dat de Franse regels veel meer zien als iets dat hen beperkt en waar ze onderuit proberen te komen of waarbij ze altijd proberen een nieuwe interpretatieruimte te vinden, waardoor de Fransen in de ogen van Duitsers soms iets onbetrouwbaars krijgen, terwijl de Duitsers in de ogen van de Fransen iets rigides krijgen. Ja, ja. Zodat die Duitsers in een tijd van financiële crisis 2008, 2009 veel te hard optreden ten opzichte van Griekenland en Frankrijk, terwijl de Duitsers van de Fransen vinden dat ze veel te los omgaan met die begrotingspolitiek, wat als gevolg zal hebben dat die crisis nog veel langer gaat duren. En met name op economisch gebied heerst er een enorme gevoeligheid in Duitsland, die je weer historisch kan verklaren met de Weimar Republiek, waar een inflatie was die zo duizelingwekkend was, dat een brood 's ochtends 100.000 mark kostte en in de loop van de middag kostte dat 800.000 mark. En dat is ook wel al een soort trauma, een van de vele trauma's die in Duitsland nog altijd op een of andere onbewust aanwezig is. Ja, en dan heb je natuurlijk altijd allerlei tegenstellingen als Noord en Zuid, katholiek en protestant, wijn en bier, tarwe en druif, zon en regen. Al dat soort tegenstellingen. De krekel in de mier noem ik in mijn boek ook. Hè? De krekel die altijd maar loopt te zingen. Maar toch ook in termen van macht. Hè? Dus, want je raakt daar ook wel aan in je boek. Hè? De Fransen natuurlijk toch ook zien hoe, zeker na de eenwording, die Duitsers weer de economische macht van Europa geworden zijn. En dat zij daar ergens ook hun politieke spel ook weer tegenover proberen te positioneren. Ja, dat klopt. Dus dat raakt een echte gevoeligheid. Ik noem in mijn boek ook dat voorbeeld van Mélenchon, wat mij echt heeft wat ook heel grappig is aan de ene kant, maar wat mij ook heeft geschokt. Dat gaat over het pamflet dat hij heeft geschreven, De Haring van Bismarck. De Haring de Bismarck, met als ondertitel Le Poisson Allemand. En Poisson wordt met één S geschreven, dus het is niet de Duitse vis, maar het is het Duitse gif. En dat verwijst naar een moment dat Philippe Hollande... Ik kende dat verhaal toen ik het las. Ja, het heeft hier in de krant gestaan. Het was een bezoek van Merkel, hè? Hollande brengt een staatsbezoek aan Merkel. Oh, dus net andersom. De verkiezingstijd. Dus Merkel heeft in haar eigen district in Voorpommen ontvangt ze hem. Ze gaan op een bootje varen en zij overhandigt hem een vaatje met haring. En de journalisten die omheen staan, die begrijpen meteen, dat heet Bismarck haring. Daar
plaatselijk. En dus er wordt een soort, een relletjes groot woord, maar een aantal journalisten maken zich daar natuurlijk over. Ja, want dat wijst weer terug naar die Frans-Duitse oorlog. Precies, en dan zeggen die journalisten, maar jezus, wat een diplomatieke blunder. Je gaat toch niet, je gaat het niet een vaatje Bismarck haar ingeven. Dat is een belediging, dat is een affront voor de Frans. Zou ze dat nou echt niet door hebben gehad? Nee. Nee. Dat is gewoon. Er is geen enkele aanwijzing. Nee. Waarom zouden ze dat doen? Omdat het Bismarck haring wordt. Ja, maar het stond niet op het feitje. Dus het had gewoon een andere naam. Mm. Alleen dat soort haring was plaatselijk bekend als Bismarck haring. Stond niet Bismarck op dat tonnetje met haring. Stond gewoon haring van in een merknaam op. Maar de journalisten daar wisten dat dat eigenlijk Bismarck haring heet. En dat was natuurlijk een goed verhaal. Het was ook een goed verhaal. Ja, want misschien wel voor de kijker die het niet weet. Bismarck was natuurlijk de kanselier waar we het eerder over hadden, die Duitsland verenigde door Frankrijk tot de oorlog van 1870. Was het nou alleen dat hij... De ijzeren kanselier heette die. Maar die had toch ook iets met haring? Nou ja, hij werd op latere leeftijd een onwaarschijnlijke vreedzak. Dus ja, hij had zich, hij vrat zich bijna dood, als ik het zo mag zeggen. En ook dat past mooi in dat beeld dat die Fransen dan gaan creëren van een Duitsland dat nooit genoeg heeft. Dikke Duitsers. Ja, maar ook dus anderen op, die alles precies op wil vreten. Ook Frankrijk, diezelfde dreiging. En het perfide van Mélenchon, de leider van de linkse Franse oppositie tot op de dag van vandaag, was dat hij dat idee, dat die anti-Duitse gevoelens, die angst voor Duitsland, inzette in een pamflet voor de politieke strijd binnen Frankrijk. Ja, en dat is toch best een partij met aardig wat stemmen dat, nog, hè? Dat pamflet is echt anti-Duits. En dat legt dus... Dat hoeveel heeft hij? Iets van 15%, 10%? Ja, meer. Hij heeft eigenlijk alle linkse oppositie onder zich verenigd. En ja, ik weet niet hoeveel die nu heeft. Ik weet niet hoeveel die nu heeft. Maar het is een heel begaafd retoricus. Maar als je dit pamflet leest, is echt onaangenaam anti-Duits. Het is dat je bijna denkt, dit is een soort 19e eeuws proza. Oh. En dat heeft in het buitenland gelukkig niet zoveel aandacht gehad. Maar ja, goed, ik heb het voor dit boek gelezen. Marine Le Pen niet. Nou, en dat is dus het vreemde. Meestal zou je op rechts, je zou op rechts anti-Duitse gevoelens verwachten. Omdat anti-Duits ook anti-Europees is. Maar wat je in Frankrijk, zie je daar een ingewikkelde figuur. Omdat de vader van Marine Le Pen, de oprichter van het Front National. Die had redelijk vriendschappelijke gevoelens ten opzichte van de Duitsers. Maar dan wel Nazi-Duitsland. Aha. En dit maakt het weer gecompliceerd. En natuurlijk ook heel interessant hoe al die gevoelens liggen. Ja. Dus het anti-Duitse ligt gek genoeg in Frankrijk eerder, of in ieder geval meer op links. Terwijl op rechts meer het anti-Europese overheerst. En hoe zit dat daar met de gevoelens in Duitsland ten aanzien van de Frans? Nou, ook daar is wantrouwen. Ook politiek is daar wantrouwen ten opzichte van wat dan... Je hebt daar even die economie genoemd, maar wat speelt er nog meer? Nou, daar speelt natuurlijk ook de buitenlandse politiek. Ja. En de defensiepolitiek van de Fransen een rol. Dat is iets wat je met name de laatste jaren ziet. Als je kijkt naar de steun voor de Oekraïne bijvoorbeeld. Permanente zetel in de veiligheid. Kernmacht. Ja, dus laat ik het zo zeggen. In Europa gaat Duitsland onvermijdelijk leidend blijven op het gebied van de economie. Ja. De vraag is, wie gaat in Europa leidend zijn of blijven op het gebied van defensie? Ik denk dat dat toch Frankrijk is, zeker na Brexit. Want Frankrijk ook is de enige. Als ze die 100 miljard erin pompen. Ja. Maar dat Frankrijk bouw je niet zomaar op natuurlijk. Nee, en Frankrijk is een nucleaire macht. En je ziet ook dat Macron, je noemde het al in het begin van ons gesprek, had over Europese laarzen op de grond in de Oekraïne. Dat zal Duitsland nooit kunnen zeggen. En Duitsland zal ook nooit een leidende rol, nooit, maar de komende 30 tot 40 jaar nog steeds niet een leidende rol in de Europese defensie kunnen spelen. Om allerlei meer en minder voor de hand liggende redenen. Dus dat zal toch echt Frankrijk zijn. Frankrijk is ook de enige nucleaire macht. Frankrijk wil en eist ook die rol op. Nou, toch even nog die geschiedenis. We hebben natuurlijk een aantal bondskanseliers gehad. Hebben we Helmut Schmidt, Merkel, om maar even naar de laatste periode te gaan. En Merkel is heel belangrijk, want Merkel was een groot diplomaat en heel goed in de synergie met Franse leiders, die allemaal heel verschillend waren. Je had Hollande, je had Sarkozy, tot en met Macron. Zij wist altijd een persoonlijk
persoonlijke band met die leiders scheppen. En dat was wel erg knap. Wel echt een vorm van goed staatsmanschap. Ja. Toch wordt daar misschien wel heel veel, misschien iets te veel waarde aan gehecht. Die perceptie van die twee leiders. Wat voor een deel ook heeft te maken met een aantal iconische momenten in de geschiedenis. Ja. Ik denk aan die fantastische foto van Mitterrand met Kohl op het slagveld van Verdun, hand in hand. Dat is natuurlijk een ongelooflijk indrukwekkende foto. Dat zit bij iedereen ook in het hoofd. Even ook in een visuele cultuur. Toch is dat leiderschap misschien je moet je er ook niet blind op staren. Want het perspectief nu is, er is geen synergie tussen Macron en Scholz. Dat is in zekere zin zichtbaar, maar weer van die foto's. Dus ik weet niet hoe werkelijk dat uiteindelijk is. Dan moet maar als je daaronder gaat zitten, dus als we het hebben over de ambtelijke top. De kritiek op Scholz is dat hij heel sociaal, heel stuurs is en moeilijk. Hij wordt ook wel de Scholzomaat genoemd. En Macron is heel erg... talkative, om het maar eens in goed Frans te zeggen. Ja, vlotte kerel, hè? Ja, en dus het lijkt alsof daar geen chemie is. Maar het zou best kunnen dat als je na 5 jaar terugkijkt... dat toch iets anders in elkaar zit. Scholz is iemand die heel weinig zegt, maar wel goed luistert. En die je niet op inconsistentie of rare dingen kunt trappen. Dus ik haal nog even wat hou je droog ook alweer? Je kruid. Niet mijn kruid. Ja. Je had al even over verlichting romantiek. Hè? Natuurlijk heeft hij, kan zeggen, die romantiek in Duitsland een hoge tol geëist. Is nazisme wel romantiek? Nou, er zat evident een anti-verlichtingselement in. En een romantisch beeld van volk de hele symbolische orde die daarbij hoort. Nu zie je in Duitsland natuurlijk ook bijvoorbeeld met Alice Weidel dat die AfD toch ook weer heel serieus opkomt. Verandert dat iets in die verhouding tot Frankrijk, denk je? Nou, ik denk niet dat daar het belangrijkste probleemveld ligt als je het hebt over de Frans-Duitse verhoudingen. Waar wel dan? Ik denk dat niet zo is, omdat in beide landen rechts zich zo sterk ontwikkelt. Dus daar zit een soort symmetrie in. Mm-hmm. Dat het probleem heeft voor een deel te maken... Dus je ziet de opkomst van rechts niet zozeer als een probleem in die relatie tussen die landen? Nee. Okay. Nee, ook omdat dat... ik hoor niet op beide rechterflanken, ik hoor niet in Duitsland... het is meer anti-Europees of anti-buitenlander. Dus dat is alleen die linkse beweging die eigenlijk... In Frankrijk op dit moment. Ja. En bij Sarah Wagenmeister speelt dat ook geen rol? Nou, daar ligt niet volgens mij niet echt... Kijk, de problemen liggen op het gebied van defensie, waar we het net over hadden. En dan met name op het gebied van de wapenindustrie. Duitsland denkt heel transatlantisch op het gebied van defensie. Die spelen nog altijd de NATO-kaart en hopen nog steeds op eindeloze steun van de VS. Ja. Frankrijk heeft daar wantrouwen tegen en heeft daar gaandeweg steeds meer argumenten voor. Maar Frankrijk heeft ook is altijd ook obsessief bezig met die eigen defensieindustrie. En wil van die defensieindustrie een Europese industrie maken met Duitsland. Omdat ze wel begrijpen dat niet heel Europa alleen maar in Frankrijk gaat winkelen. En daar ligt een hele belangrijke Franse ambitie, waar de Duitsers nauwelijks of maar heel schoorvoetend in meegaan. Dus daar ligt wel... Dat is dan niet alleen op het niveau van de krijgsmacht? Nee, ook op het niveau van de industrie. Gewoon hoe je... Ja, maar dat bedoel ik. Want dan zou je zeggen van, joh, als je gewoon wapens kan maken als Duitsers, ze kunnen hartstikke goed auto's maken. Maar, dus ze kunnen vast ook mooi... Maar je hebt het over de Duitse tanks. Wat staat een bloeiende Duitse defensieindustrie in de weg dan? Omdat ze... Is dat dan toch... Dat bedoel ik. Dat is dus een sentiment dat verder gaat dan de krijgsmacht alleen. Dat is... Ik kan alleen maar vaststellen dat de synergie op dit gebied tussen Frankrijk en Duitsland eigenlijk niet groot is. En dat is gek, omdat eigenlijk de eenheid van Europa begonnen is in wat was het, 1949 geloof ik, met de EGKS. Ja. Met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Ja. En het idee, wat een heel goed idee was Frankrijk en Duitsland moeten koet heel grootschalig gaan samenwerken op het gebied van de zware industrie. De metaalindustrie. Ja. En dat was bewapeningsindustrie in die tijd. Hè? En als ze daar maar ver gaan zouden samenwerken,
ging, dan was het niet meer mogelijk om onafhankelijk van elkaar een defensieindustrie op te bouwen. Dat is eigenlijk de kern van Europa. En misschien zou ook de Fransen die retoriek meer weer moeten gebruiken. Denk waar we vandaan komen. En dat is wat we die draaien. Maar die hebben die eigenlijk meer, die zijn er toch meer nationaal gaan invullen. Ja. Nationale projecten. Ja, en dat interfereert dan natuurlijk met een energiepolitiek die ook zo verschillend is. De Duitsers die altijd aan het Russische gas hebben gelegen. Ja, goedkoop Russische gas. En de Fransen die altijd... uranium hebben gekocht. Chinezen. Oh ja, je hebt gelijk. Ja, maar dat is de ironie, want ze zeggen, we zijn niet afhankelijk van Russisch gas, maar ze kopen hun uranium. Ja, maar ze zijn wel minder afhankelijk van Russisch gas. Maarten, we moeten langzaam weer gaan afronden. We vliegen door de tijd. Ja. We hadden hier makkelijk nog een uur over kunnen praten, maar we moeten toch even vooruitblikken. Dus we hebben zo wat door die geschiedenis gelopen en... we zitten nu inderdaad in het heden met het conflict in Oekraïne. Europa dat zelf ook, toch de nodige instabiliteit vertoont. Niet zo erg als de Verenigde Staten, maar niet te min. Hoe schat jij dus die dynamiek tussen Frankrijk en Duitsland voor de komende jaren, hoe schat je die in? Met Oekraïne op de achtergrond. Ja. Nou, er is een verschil tussen hopen en verwachting. Nou ja, oké. Maar noem ze allebei dan. Mijn hoop is dat ze allebei het voortouw... ik heb een hekel aan het woord leiderschap. Maar dat is denk ik hier het toch is. Dat zij leiderschap toonden in een vergaande samenwerking... op het gebied van defensie, energie, politiek en... En buitenlandse politiek en economie. Mijn verwachting is dat dat toch aanhoudend moeilijk blijft op grond van allerlei van deze onderhoudsspanningen. Ja. En ik denk niet dat mijn boek veel kan veranderen. Ik hoop wel dat het snel vertaald wordt in Duits en Frans. Maar ik denk dat het helpt wanneer we ons bewust worden van allerlei van dat soort onderhoudsstekeligheden. Niet omdat je ze daarmee afschaft, maar als je bewust van wordt. Je kunt daar ook ironisch over spreken. De Fransman en de Duitsman. Gaat Nederland daar nog een rol in kunnen spelen? Nederland is diplomatiek op dit vlak niet buitengewoon sterk. Nee, hè? Nee. Vroeger spraken we ook onze talen. Ja. Dat doen we ook niet meer, hè? Ik geloof wel dat we nog een aantal diplomaten hebben die... Jawel. Maar je hebt wel een regeringsleider die zich eigenlijk in beide talen goed zou kunnen uitdrukken. Maar... Ja, ik zie nu de komende jaar niet meteen een regeringsleider die zich vloeiend in Frans, Duits en Engels uitdrukt. Nee. Want dat is waarschijnlijk te elitair. Dat denk ik ook, ja. Je hebt je ook afgelopen jaren al met het onderwijs bemoeid. En net als ik maak je daar grote zorgen over. Daar hadden we het ook over kunnen hebben. Hebben we nu niet gedaan. Ik kan iedereen aanbevelen die een beetje vanuit een wat bredere... horizon wil kijken naar wat er in Europa, met name dan tussen Frankrijk en Duitsland, zich afspeelt, om jouw boek erbij te betrekken. Dit geeft ook een heel aardige cultuurgeschiedenis met filosofen, schilders, componisten die soms toch ook nationalistische sentimenten hadden dan wij misschien heden ten dagen zouden vermoeden. Maar al met al een heel, heel levendig beeld. En we zullen zien hoe Europa ontwaakt. En of Europa opstaat of dat we uiteindelijk toch weer met die lappendeken te maken krijgen. Ik wil in ieder geval danken voor je boek en voor je komst. En dank voor het gesprek, Ad. Graag gedaan.